Goedenavond, dit is het nieuws op 5. CDA-premier Lubbers herhaalt zijn kritiek op coalitiegenoot PvdA. Die zou te veel problemen naar het volgende kabinet doorschuiven. De moslim-enclave Gorazde staat op het punt om in handen te vallen van de Bosnische Serviërs. Dat melden VN-bronnen. De Belgische regering wil dat alle 2.500 VN-militairen Rwanda verlaten. Ze kunnen toch niets doen tegen het bloedvergieten daar. Straks onder meer gereformeerde pluimveeboeren die zich verzetten tegen vaccinatie van hun dieren. Goedenavond, nu eerst het nieuws. Opnieuw giftige pijlen vandaag van CDA-premier Lubbers in de richting van PvdA-coalitiegenoot Kok. Volgens Lubbers schuift de PvdA te veel problemen vooruit tot na de verkiezingen van 3 mei. Een paar maanden geleden was Lubbers nog heel tevreden over de Partij van de Arbeid. Hij stelde zelfs samenwerking tussen CDA, PvdA en D66 voor. Maar wat is er sindsdien gebeurd, vroeg Ton Elias, de premier. Allereerst is mij opgevallen dat voorstellen die een beetje moeilijk lagen bij de Partij van de Arbeidsfractie, zoals een wat moeilijke toegang tot de werkloosheidswet aanpak en een betere uitvoering van de bijstand, dat die, hoe ging het, maar over de verkiezingen heen getild werden. Wallach heeft dat vermoord. Nou, dat is onaardig. Ik geloof dat hij zijn best gedaan heeft. Maar ik kijk gewoon naar de feiten. Ik zie dat dat dus moeilijker wordt. Dus dan gaan de problemen een beetje voor je uitgeschoven worden. Voeg daaraan toe dat de Partij van de Arbeid verhoudingsgewijs het beter is gaan doen bij de kiezers dan het CDA. Dan moet je er dus rekening mee houden dat het nieuwe programma van de Partij van de Arbeid belangrijker wordt. Want het is logisch, naarmate een partij beter doet in de verkiezingen, daar hebben ze ook het volle recht op, gaat hun programma zwaarder tillen door drukken. En ik krijg dus zorgen dat het beleid waar ik voor sta van de afgelopen jaren, dat er een draai naar links wordt genomen. Dat lijkt me gewoon niet goed. Ja, maar het is toch een van de alleroudste trucs die er zijn in de politiek. We zeggen, pas op, links, men buigt af, blijf bij ons, traditionele stemmers, of zie ik dat verkeerd? Het is nog erger, het is de werkelijkheid. En dan moet je dat ook gewoon zeggen. Komt ook bij omdat ik er een beetje jammer vond dat de afgelopen weken, waar we toch ook al praten over campagne, verkiezingen, coalities, er zo'n sfeertje was dat we alleen iedere week de pols becommentarieerden en het over personen hadden. Maar politiek, wat er moest gebeuren in dit land, waar het heen moest, kwam eigenlijk weinig aan bod. Maar lijsttrekkers zijn personen. En wat de CDA-lijsttrekker Brinkman betreft, blijft boven de markt hangen het idee, hij heeft zaken gedaan met iemand die van 80 tot 85 zich met zwart geld heeft beziggehouden. Dat is toch een probleem dat ook voor het CDA blijft spelen? Ik ga daar niet op in. Hij heeft van het partijbestuur het advies gekregen, legt dat commissariaat neer. Hij heeft het niet gedaan. Het is al veelzeggend dat ik dat überhaupt niet wist dat hij dat advies had gehad. Dus nog het partijbestuur, nog de heer Brinkman is daar met mij over gaan praten. En eerlijk gezegd vind ik dat ook heel juist. Ik was vorige week, zoals gebruikelijk, of deze week, was ik minister-president. Ik ben voor het eerst, omdat nu eenmaal de campagne officieel begon, ben ik eens even in Kerkrade stevig aan de gang gegaan om over zaken te praten. En eerlijk gezegd vond ik dat belangrijker, laat anderen over persoonlijke dingen praten. Maar, laatste vraag, u moet zich verschrikkelijke zorgen maken over hoe het gaat met CDA nu. Ik doe mijn werk en ga daarmee door. Maar geeft u nou eens antwoord op de vraag? Maakt u zich zorgen of niet? Nee, daar schiet ik niks mee op. Mensen die iets moeten doen zoals ik, worden er niet wijzer van om te gaan zitten Jeremie over hun zorgen. Die moeten zich gewoon inzetten en dat doe ik. Ook VVD-leider Bolkestein liet vandaag weer eens van zich horen. Hij moest reageren op een aanval van de Partij van de Arbeid. De Sociaaldemocraten vinden dat de VVD veel te rigoureus wil ingrijpen in de sociale zekerheid door een basisstelsel in te voeren. Maar Bolkestein vindt, net als Lubbers, dat de PvdA onverstandig opereert. En volgens Bolkestein moet Kok niet denken dat hij het voortouw kan nemen bij de formatie van een nieuw kabinet. De VVD voerde campagne in Maassluis vanavond. Lijsttrekker Bolkestein moest zich in de wandelgangen verdedigen tegen 2 PvdA-kopstukken. Thijs Wultgens en Wim Kok vielen de VVD aan op de invoering van een basisstelsel voor de sociale zekerheid. Wultgens schreef Bolkestein een brief. En Wim Kok zei in een interview dat er met de VVD niet geregeerd kan worden als de liberalen vasthouden aan dat basisstelsel. Bolkestein wimpelde die kritiek af. De heer Kok is absoluut niet in de positie om uit te maken wie er gaat regeren. De Partij van de Arbeid heeft
van haar 49 zetels er 18 of 17 verloren. Een partij die op zo'n verlies staat, kan absoluut niet uitmaken wie er in het volgende kabinet komt. De VVD vindt de invoering van een basisstelsel pure noodzaak om de werkgelegenheid weer te laten groeien. De liberalen zijn dan ook niet van plan om water bij de wijn te doen. Dus de VVD zet, als er geformeerd gaat worden en u zit straks aan tafel, hard in op dat basisstelsel. Wij zijn niet van plan om mee te doen aan een pappen- en natharde kabinet. We gaan alleen regeren als er iets te regeren valt. Dit is voor ons een buitengewoon belangrijk punt. Zou het voor u een breekpunt kunnen zijn? Dat woord vermijd ik. Ik gebruik dat niet. Ik ga niet de fouten van de Partij van de Arbeid herhalen. Maar ik herhaal, ik zeg u, wij willen dat er iets gebeurt op het vlak van de sociale zekerheid. Dat zal grondig moeten zijn. Want anders loopt het met onze economie binnen een kort aantal jaren volstrekt spaak. En het vasthouden van de VVD aan dat basisstelsel maakt een paarse coalitie van PvdA, VVD en D66 na de verkiezingen dus minder waarschijnlijk. De campagne is nu goed een week flink op gang. Samen met parlementair redacteur Ton Elias blikken we even terug op die eerste verkiezingsweek. Ton, het ging natuurlijk deze week om dat commissariaat van Brinkman. De vraag is natuurlijk, is hij nu door dat commissariaat beschadigd of niet? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste omdat natuurlijk toch moreel politiek de vraag boven de markt blijft zweven. In hoeverre heeft Brinkman nou zaken gedaan? Is hij commissaris geweest bij een bedrijf waar iemand directeur van is die bij een ander bedrijf van 1980 tot 1985 zich heeft ingelaten met zwart geld? Dat is een vraag die blijft hangen, die blijft kleven en daar heeft hij last van. En de tweede reden is dat er dus ook over Brinkmans capaciteiten en kwaliteiten iedere keer opnieuw weer in de pers geschreven wordt. En dat wij het er nu ook weer over hebben. En dat, ja, dat is niet gunstig. Een heel opvallend iets was bijvoorbeeld de Telegraaf van vanmorgen, om allerlei redenen die ik hier niet zal uitleggen, maar vond de verslaggever het nodig. Hij voelde zich onheus bejegend door de premier over een interview. Vond de verslaggever het nodig om op te schrijven wat Lubbers hem vertrouwelijk in Indonesië had gezegd. De Telegraaf, grote krant, schrijft vanmorgen dat Lubbers dus had gezegd: ik heb in december al zien aankomen dat het misging. Al die aanvallen van Elko op het kabinetsbeleid hebben averechts gewerkt, schrijft de Telegraaf. Ik heb daar slapeloze nachten van gehad. Nou ja, dat is een verschil van opvatting tussen zulke belangrijke mensen binnen het CDA als Lubbers aan de ene kant en Brinkman aan de andere kant. Dat moet zijn negatieve effect niet kunnen missen. Ja. Van vandaag blijft natuurlijk even de vraag hangen: waarom blijft Brinkman aan het commissariaat vasthouden? Omdat hij geen gezichtsverlies wil leiden. Op het moment dat hij nu zou zeggen: ik leg dat commissariaat neer, dan ja, geeft hij zichzelf met terugwerkende kracht een brevet van onvermogen over 1992. Terwijl juist ook die juristen hebben gezegd en uitgelegd: in 1992 heeft hij formeel niet zoveel misgedaan. Er schijnt overigens nogal wat politieke druk op Brinkman te zijn uitgeoefend vanuit de CDA-top om dat commissariaat wel neer te leggen en daar dan een of andere gladde redenering bij te maken. Maar die adviezen heeft hij dus kennelijk naast zich neergelegd. Ja. Ton, dan de heer Lubbers, die zich deze week ineens ging bemoeien met die verkiezingscampagne van zijn lijsttrekker, zeg maar. Waarom doet hij dat nu eigenlijk? Ja, angst voor machtsverlies. Kijk, dat CDA dat keldert omlaag in de peilingen van 54 zetels naar rond de 30. Dat is 24 zetels verlies. Je verstand staat daarbij stil als je CDA'er bent, zou je zeggen. En Lubbers die wil niet dat het CDA omlaag keldert. En die zegt dus: ik gooi mijn gewicht in de schaal om eens te kijken. Hè, met dat verhaal van pas op, we schuiven naar links. Nou goed, ja, we hebben het er net over gehad. Probeert kiezers terug te winnen. En misschien zonder dat Brinkman daarom gevraagd heeft. Brinkman zal dat helemaal niet zo ontzettend leuk hebben gevonden. Nee. Maar goed, dan gaat hij daar wel naast zitten en breed glimlachen en de camera's erop natuurlijk. Maar of hij dat echt leuk vindt als lijsttrekker, om zo die schaduw van die premier nog om zich heen te hebben, lijkt me niet. Afgelopen week veel aandacht voor de regeringspartijen, zeg maar. Ook een beetje de VVD. Maar waar blijft eigenlijk de oppositie? Ja, de oppositie is eigenlijk nog niet begonnen. Hè. D66 begint volgende week pas echt. Heeft nog een ballonnetje opgelaten over het correctief referendum deze week. Maar nog niet echt met het zware politieke geweld zich ingelaten. De Partij van de Arbeid. Kok profileert zich als de staatsman in spe. Kijk of hij dat twee weken nog vol kan houden. Minzaam, glimlachend en op een hoge troon. En de VVD gaf dan vanavond voor het eerst dus een vriendelijke aanmoediging aan de Partij van de Arbeid om die aspiraties de premier te leveren, maar eens wat te laten schieten. Dus ja, volgende week zullen ook de anderen zich wel in de strijd gaan mengen. Goed, en volgende week praten wij ook weer verder. Ton Elias, dankjewel.
Wij gaan naar het buitenland. Volgens bronnen bij de VN zouden de Bosnische Serviërs op het punt staan de moslimenclave Gorazde te veroveren. Bij het offensief zijn twee Britse blauwhelmen zwaar gewond geraakt. Eén van hen is door een helikopter weggevoerd. De tweede VN-militair wordt ter plaatse verzorgd. In een ander incident is een Frans verkenningsvliegtuig boven Bosnië geraakt. De piloot wist veilig te landen. Ook zijn opnieuw twee Nederlandse VN'ers gegijzeld in Bosnië. Daarmee zijn nu 5 Nederlanders in handen van de Serviërs. In totaal zitten nog steeds ongeveer 200 blauwhelmen vast in het Bosnisch-Servische grondgebied. Volgens de VN dienen ze wellicht als menselijk schild, waarmee de Serviërs hernieuwd NAVO-ingrijpen hopen te voorkomen. Yes, we feel that they might be some sort of deterrent against another use of air force by NATO on request of UNPROFOR. VN-bevelhebber Rose staat desondanks nog steeds achter zijn beslissing om de Serviërs te bombarderen. Doet een soortgelijke situatie zich opnieuw voor, dan zal hij niet aarzelen weer tot actie over te gaan. Well, I hope we don't have to use close air support again, but I use close air support in very specific circumstances where my troops are being fired upon and there's no other means of saving life and limb. And I hope that people realize that I'm serious when I say that's exactly what I'll do. Minister Kooijmans van Buitenlandse Zaken is tevreden dat de Veiligheidsraad van de VN het vasthouden van de blauwhelmen vannacht heeft veroordeeld. Maar hij beseft dat de situatie ter plekke er daarmee niet beter op wordt. Dat vind ik natuurlijk uitermate zorgwekkend. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat de Veiligheidsraad vannacht eenstemmig, dus ook met deelname van de Russen, heeft gezegd dat dit niet kan. Volgens Kooijmans moeten de Serviërs zo snel mogelijk terugkeren naar de onderhandelingstafel. Zo denkt ook VN-gezant Akashi erover. Hij voerde vanmiddag gesprekken met de Bosnisch-Servische leider Karadzic. De Russische gezant Churkin weet ook van geen ophouden, terwijl hij gisteren een slechte dag had. All the times the phones were ringing and at some point in Bosnia-Herzegovina some small crisis was arising which was threatening to turn into a big problem. Een teken aan de wand was in dit opzicht dat de trams in Sarajevo voorlopig weer in de remise blijven, nadat er één was beschoten door een sluipschutter. De wereld moet niet toegeven aan de reactie van de Serviërs op de NAVO-actie van begin deze week. Maar ze moeten keihard terugslaan. Dat is de mening van de Bosnische VN-ambassadeur Mohamed Zakerbi. Hij is in ons land voor gesprekken met politici en voor een symposium van GroenLinks over de positie van de pers in het voormalige Joegoslavië. In zijn gesprekken wint Zakerbi er geen doekjes om. Gebruik van geweld om de Serviërs te stoppen is het enige waar ze oren naar hebben. If someone attacks you, you must be able to respond to them in an appropriate fashion. Otherwise, of course, you become irrelevant. An eye for an eye? No, no. In fact, that's a very clear point here that you do not use a level of force as revenge. You use a level of force to confront those who believe that they can act as criminals by using force with impunity, without the peaceful ones responding. I do not believe that in today's modern world that in all instances you can respond by turning the other cheek. I think in most instances you can, but when you're dealing with a criminal element, with someone who only seeks to take advantage of your goodwill, of your commitment to peace, by further aggressing against you, in those instances, I'm not sure that there is any other appropriate response than resolve, than the will to confront force with force. Ik heb de ambassadeur vanmorgen ook vroeg gesproken. Ik ben van zijn mening op de hoogte. Het was een boodschap, het was een waarschuwing aan de Serven. En ik zou niet weten hoe op dit moment anders had kunnen worden opgetreden. We willen namelijk niet betrokken raken in een interne burgeroorlog, want dan kan je de oplossing niet aan de onderhandelingstafel meer bewerkstelligen. En dat zal toch moeten gebeuren. Volgens Kooijmans is men nog lang niet toe aan het stadium van inzetten van grondtroepen in Bosnië. En dan het andere nieuws van vandaag. De Belgische regering vindt dat alle 2500 VN-soldaten in Rwanda het land moeten verlaten. Volgens minister Klaas van Buitenlandse Zaken kunnen ze niets doen tegen het bloedvergieten in Rwanda. Een gruwelijk voorbeeld daarvan werd vandaag aangetroffen door een verslaggever van de Spaanse krant El País in Gikoro, een plaatsje 40 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kigali. Daar zijn in een kerk bijna 1200 Tutsi's met kapmessen en geweren vermoord door Hutus.
Op dit moment wordt de beslissende slag geleverd om de hoofdstad Kigali. Bij de gevechten tussen de Tutsi-rebellen en het Hutu-regeringsleger zijn ook vandaag weer honderden doden gevallen. De inwoners van Kigali zijn massaal op de vlucht geslagen. De Verenigde Naties hebben 24 uur extra gekregen om de buitenlanders te evacueren. Voor middernacht moeten de Belgische en Franse soldaten die operatie voltooid hebben. Want anders kunnen ze slaags raken met Rwandese militairen. Het is niet bekend hoeveel buitenlanders er nog in Rwanda zijn. De lichamen van de 26 slachtoffers van het vliegincident boven Noord-Irak zijn vandaag overgebracht naar een vliegbasis in Zuidoost-Turkije. De lichamen van 15 Amerikanen, 2 Britten en een Fransman zullen vanavond worden doorgevlogen naar Duitsland. De slachtoffers zaten in 2 Amerikaanse helikopters die gisteren werden neergehaald door Amerikaanse F-15's die ze aanzagen voor helikopters van de Iraakse luchtmacht. De Amerikaanse president Clinton heeft gezegd dat er met spoed een rapport zal worden opgemaakt over het incident. En minister van Defensie Perry kondigde disciplinaire maatregelen aan als blijkt dat er fouten zijn gemaakt. Pentagon heeft de vluchten boven Noord-Irak voor 1 dag opgeschort om de veiligheidsprocedures te bestuderen. Het noorden van Israël is met raketten bestookt door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Niemand raakte gewond. De Israëlische legerleiding zegt vergeldingsacties tegen Hezbollah te overwegen. De Russische Katusha-raketten die werden afgevuurd vanuit Zuid-Libanon waren een wraakneming voor de beschietingen van gisteren op de Libanese havenstad Sidon. De mortieraanval was het werk van het pro-Israëlische Zuid-Libanese leger. In centraal Israël is 1 van de 6 Israëli's begraven die woensdag omkwam bij een aanslag van de Palestijnse terreurgroep Hamas. Het Israëlische leger heeft vandaag meer dan 70 aanhangers van Hamas opgepakt. Er komen strengere regels voor het vervoer van ziek vee. Dieren die ziek zijn moeten voortaan met meer voorzichtigheid worden vervoerd. Dit heeft het kabinet vandaag besloten. De af te leggen afstand mag niet groter zijn dan 50 kilometer en de dieren moeten op een zachte ondergrond liggen. Het ontwerp voor het nieuwe besluit over diervervoer wijkt van het vorige alleen af op het punt van de zogenaamde wrakke dieren. Paarden en koeien die erg ziek of gewond zijn mogen niet meer vervoerd worden. Tenzij dat nodig is voor geneeskundige verzorging. 5 maanden lang is ze verzorgd door de mensen van het opvangcentrum van het Dolfinarium in Harderwijk. En vandaag mocht ze per helikopter weer terug naar zee, de witsnuitdolfijn Grietje. Vorig jaar november werd Grietje op het strand van Texel aangetroffen. Ze had een longontsteking. Nu ze weer gezond is, kon operatie terug naar de Noordzee beginnen. Na een luchtreis van ruim een uur kon Grietje weer naar haar vertrouwde leefomgeving. En Grietje moest per helikopter worden teruggezet omdat de tocht per boot te lang zou hebben geduurd. Verder in dit bulletin. Bezorgdheid over gereformeerde pluimveehouders die weigeren hun dieren te vaccineren. Aanleiding is het uitbreken van pseudo-vogelpest op de Veluwe. Oud-Sovjet-president Gorbachev op bezoek in ons land als voorzitter van het internationale Groene Kruis. Bedrijfsverenigingen ondernemen geen actie tegen werkgevers die weigeren hun boete te betalen van de zogenoemde malusregeling. Dat is een boete die een werkgever moet betalen als een werknemer in de WAO belandt. De bedrijfsverenigingen die het geld moeten innen zien de regeling niet zitten. Zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak over die malusregeling. De grootste bedrijfsvereniging in Nederland, de BV25, met 70.000 leden in het bank- en verzekeringswezen, is heel ongelukkig met de malusregeling. Als uitvoerder van de wet is de organisatie eraan gehouden, maar heel actief zal ze niet zijn. Met grote tegenzin voeren wij die malusregeling uit. Want onze opvatting werkt het volledig contraproductief. Maar het is de wet. En daar waar mogelijk voeren wij de wet soepel uit. Ik denk dat wij met het invorderen van de malus anders omgaan dan bij de invordering van achterstallige sociale premies. In het laatste geval bent u een stuk strenger. Dan zijn we een stuk strenger. In een rechtszaak in Amsterdam werd vanmorgen geëist dat de malusregeling wordt afgeschaft. 11 bedrijven hadden het GAK en de bedrijfsverenigingen voor de rechter gedaagd. De uitwerking van de malus is vaak erg onredelijk, stelden de eisers. Eén voorbeeld dat werd aangehaald betrof een bedrijf dat een malus van duizenden guldens kreeg opgelegd voor een werknemer die al had opgezegd, maar 1 dag voor het einde van het dienstverband zich nog ziek meldde en in de WAO terecht kwam.
De enkele pech van de werkgever in dit geval is geweest dat de werknemer niet een dag na, maar één dag voor het einde van de arbeidsovereenkomst ziek wordt. En het gevolg daarvan is een zeer aanzienlijke malusoplegging. De rechter vroeg zich af of er geen gaatje in de wet zit. Hij vroeg aan de verdediging van de bedrijfsverenigingen of het daadwerkelijk opeisen van de boete niet achterwege kan blijven. Zou je dan niet kunnen zeggen dat als je vervolgens als bedrijfsvereniging moet gaan invorderen, dat je dan gebruik zou kunnen maken van regels van redelijkheid en billijkheid en zou kunnen zeggen dat je niet gaat invorderen? De tekst van de wet laat daar in elk geval heel weinig ruimte toe. De eiser stelde verder dat de malus in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met een aantal principiële rechtsbeginselen. En op basis van het beginsel dus dat je niet bij voorbaat schuldig kan zijn aan iets waar je part nog deel aan hebt, vinden wij dat die onverbindend moet worden verklaard als één van de onderdelen. De wet moet wat hen betreft dus worden ingetrokken. Het zou een ramp zijn als sommige streng gereformeerde pluimveehouders niet meewerken aan de vaccinatie van hun dieren. Dat zegt de Rijksdienst die vee en vlees keurt. Afgelopen weekeinde is bij een van de bedrijven op de Veluwe pseudo-vogelpest vastgesteld. Het landbouwschap is meteen een grootscheepse vaccinatiecampagne begonnen. Dit is het epicentrum van alle opwinding. Eén bedrijf is hier begin deze week ontruimd omdat er pseudo-vogelpest heerst. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees heeft meteen een crisiscentrum ingericht om uitbreiding van de ziekte onder de vogels op de Veluwe te voorkomen. Het beschermingsgebied wordt klinisch geïnspecteerd door de dierenartsen waar die bedrijven toe behoren. En daarna kan er met ontheffingen gewerkt worden en dan kunnen dus bedrijven toch doorgaan met hun functioneren. Dus wat betreft slagpluimvee en andere. Met borden wordt aangegeven dat er in een kring van 10 kilometer rond Kootwijkerbroek geen kip meer in of uit mag. Tot nu toe blijft het bij één geval, maar er zijn pluimveehouders die niet willen meewerken aan revaccinatie. Er zijn mensen die gewetensbezwaren hebben, maar dat zullen we moeten respecteren. U kunt daar niet tegen optreden? Daar kunnen wij in ieder geval als overheid niet tegen optreden. Ja, als dat de boosdoeners zijn, is dat heel erg, want ons land is ontzettend afhankelijk van de agrarische sector, speciaal ook van de legpluimveehouderij. En we hebben dus een export van 70% van onze eieren. Dus als ons land de grenzen zou moeten sluiten vanwege vogelpest, dat zou een ramp zijn. De meeste pluimvleesslachterijen in dit gebied kunnen vooralsnog doorwerken. Er is hier verder niks aan de hand en ze hebben een corridor voor ons gemaakt. Dat wij dus beesten van buitenaf aan kunnen voeren, buiten het gebied. De pluimveehouders bepleiten een nog strengere controle van tropische vogels die ons land binnenkomen. Want die worden gezien als de aanstichters van de pseudo-vogelpest bij hun binnenlandse soortgenoten. En dan het financiële nieuws. Fendex International heeft de winst vorig jaar verdubbeld. Het bedrijf waar onder meer Vroom en Dreesman, EDA en de Kijkshow bij horen, maakte 246 miljoen gulden winst. Vooral de warenhuizen van Vroom en Dreesman deden het goed. Voor het eerst in jaren werd daar weer winst gemaakt. Op de Amsterdamse beurs ging de AEX-index met bijna 1,5 punt omhoog naar 425,1 punt. En in New York staat de Dow Jones-index op 3672. Dat is bijna 9 punten hoger dan gisteren. 7,5 jaar is er onderhandeld en het uiteindelijke dossier omvat maar liefst 22.000 pagina's. Vandaag hebben 124 landen in Marokko hun handtekening gezet onder het volledig vernieuwde GATT-akkoord. Daarmee hopen de ondertekenaars de wereldhandel in de komende jaren een enorme stimulans te geven. Vertegenwoordigers van de landen die meedoen aan het GATT-akkoord verzamelden zich in de Marokkaanse stad Marrakesh. De Amerikaanse vicepresident Gore en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken probeerden hun verstoorde economische relaties te verbeteren. Amerika beschuldigt Japan ervan zijn markt voor veel producten ontoegankelijk te maken. Maar het overleg vandaag kon het onderling wantrouwen niet wegnemen. Volgens het GATT-akkoord moeten op internationaal niveau de importtarieven voor uiteenlopende goederen en diensten de komende jaren met 33% omlaag. Verwacht wordt dat hierdoor de wereldhandel in de komende 5 jaar met 10 tot 15% zal groeien.
En vandaag werd ook een wereldhandelsorganisatie opgericht die toezicht moet houden op de uitvoering van het GATT-akkoord. Een oude bekende uit de internationale politiek, voormalig Sovjet-president Michail Gorbachev, is op bezoek in Nederland. Gorbachev, nu voorzitter van zijn eigen milieuorganisatie, het Internationale Groene Kruis, is hier voor besprekingen met premier Lubbers en om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de Earth Council. Dat is een andere mondiale milieuorganisatie. Opgewacht door onder andere schaatskampioene Yvonne van Gennep, kwam Gorbachev vanmiddag aan op luchthaven Schiphol. Hij is in Nederland om het Internationale Groene Kruis te promoten en wil eigenlijk nergens anders over praten. Ведь речь идет о создании планетарной, неправительственной, массовой организации людей, граждан планеты. In het verleden heeft de oud-president meerdere malen aangegeven dat, wat hem betreft, zijn politieke carrière nog niet is afgelopen. Vorige maand was hij nog in Zuid-Korea voor overleg over het conflict met Noord-Korea. Maar Gorbachev wil nog niet zeggen of hij in 1996 zal meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. Eerst moet zijn milieuorganisatie maar eens goed van de grond komen. Als er niets catastrofisch gebeurt in Rusland, zal ik blijven deze dingen. Maar die ramp komt volgens Gorbachev in ieder geval niet van de ultrarechtse Vladimir Zhirinovsky. Zhirinovsky отойдет в сторону. Это не возобладает. Ни в политике, ни в общественных настроениях. Сегодня Жириновский сыграл на том, что люди отторгают тот политический курс, который проводился до этого, с начала 92 года. И чем быстрее мы выйдем на политику, которая способна все-таки Россию вывести из этого кризиса тяжелого, тем меньше шансов будет не только претендовать на какие-то посты, но вообще на роль в нашем обществе таких движений, как партия Жириновского и подобные. Het belangrijkste is volgens Gorbachev nu dat de Russen zich concentreren op herstel van de economie van hun.